Waarom moet je als mens jaloers zijn op bacteriën? Dit is de Universiteit van Nederland. Zeg, weten jullie wat ik echt heel erg mooi vind? Dat zien we hier in die vaas staan. Dit is een uh, monster, dat hebben we vandaag nog uh, opgediept. Uit de Amsterdamse grachten. En ik vind het echt een, een wonder der natuur. Een prachtige creatie wat we hier zien. En ik zal jullie eens eventjes meenemen op die reis naar het onzichtbare leven. Neem even een, een sample. Leg dat hier onder de microscoop. En kijk eens welk wonderbaarlijk leven we hier aantreffen. Je ziet één grote krioelende massa van allerlei verschillende levensvormen. Het gaat hier om radardiertjes, trilhaardiertjes, maar ook kleinere algen die leven van het zonlicht. zoals uh, Die luisteren namen als Euglena of Glamidomonas. Een fascinerende wereld. En veel van die organismen die je hier ziet, afgezien van de algen, die leven van bacteriën. En die bacteriën zijn nog vele, kleine, vele malen kleiner dan wat we hier zien. En er zitten hier als kleine puntjes op het scherm. En de, afst de grootte van die bacteriën moet je ongeveer denken aan een micrometer. Dus dat is iets van een duizendste van een millimeter. En degene die deze, deze onvoorstelbaar kleine wereld voor het eerst beschreef was Antonie van Leeuwenhoek. Een Nederlandse lakenhandelaar uit Delft. Die halverwege de, de 17e eeuw als enige dit onzichtbare leven, dus de, de sleutel tot het onzichtbare leven, in handen had. En die sleutel, dat was een zelfgefabriceerd, heel klein microscoopje. En dat was daar zichtbaar. En het microscoopje, je ziet, het is een wat minder geavanceerd model dan wat we hier hebben, bestaat uit die twee kleine plaatjes, die zijn maar een paar centimeters groot. En dat. Een groot aantal verschillende samples die hij erop legde, dat kon hij op dat naaltje leggen. En dat kon hij dan scherp stellen met een aantal van die schroefjes op die microscoop. En zo was hij de eerste in de wereld, want hij hield dat microscoopje angstvallig geheim, die dat, die dat onzichtbare leven kon beschrijven. En hij was ook de eerste die bacteriën voor het eerst beschreef. En de verschijningsvormen die hij zag zijn hier afgebeeld. En dat, is eigenlijk, dat zijn nog steeds dezelfde verschijningsvormen van bacteriën zoals we die vandaag de dag kennen. Dus je hebt ze in een bolvorm. Ze komen als, als staafjes en van die langwerpige vormen. En wat hij ook al waarnam, is de stijn in staat om te zwemmen. En het bijzondere aan die bacteriën is wel niet zozeer hun vorm, maar dat ze enorm snel kunnen delen. Het duurt voor zo'n bacterie maar een periode van ongeveer 20 minuten voordat hij deelt. En probeer dat eens voor te stellen. Stel ik laat hem één bacterie los... We gaan er even vanuit dat het mogelijk is. Hier om de hoek in de Prinsengracht. En die bacterie deelt elke 20 minuten. Binnen een periode van 12 uur zouden we dan komen op een aantal van 70 miljard bacteriën. Misschien vragen jullie af: van, ja, ja, als dat, als dat zo doorgaat, dan, dan zullen die binnen no time de hele stad overwoekeren. Amsterdam, Nederland, de rest van de planeet. En waarom gebeurt dat dan niet? Nou, je moet je realiseren dat er constant een tekort is aan eten. Dus vandaar hebben bacteriën tal van strategieën ontwikkeld om daarmee om te gaan. Er is constant de schaarste. En dat is de reden waarom we hier niet helemaal overwoekerd worden door die bacteriën. En daarvoor hebben ze een aantal hele slimme dingen moeten ontwikkelen. Want op het moment, stel je eens voor, je wordt heel klein... Ik weet niet of jullie daar wel eens van gedroomd hebben. Je laat je vallen in het water en je wordt alsmaar kleiner. Kleiner en kleiner. Hoe zou die wereld eruit gaan komen te zien? Nou, het is zo dat je, op het moment dat je kleiner wordt, ga je dat water als een soort stroop ervaren. Je kan je voorstellen, laat ik, laat ik een, een olietanker nemen. De motoren vallen daarvan uit en zo'n olietanker zal op dat moment nog meters lang door het water gaan. Alsof er bijna geen water aanwezig is door die enorme massa. Als je zelf stopt met zwemmen, blijf je nog even doorgaan. Maar een bacterie die zo klein is en nauwelijks een massa heeft. wat gebeurt daarmee? Die komt abrupt tot stilstand. Het water is een soort stroop. En toch kan die daar heel efficiënt doorheen bewegen. En ja, hoe zou je dat doen? Kijk, ik ben natuurlijk onderzoeker. Dus we hebben dat ook eventjes onderzocht. En uh, daarvoor hebben we. Ja, het, het was wat lastig, hoe gingen we dat nou doen? We hebben we een bak genomen. Met doorzichtige stroop erin. En in die bak hebben we een klein model gemaakt van een bacterie. Kijk, een bacterie heeft een staart. En als je daar dus mee klappert, in die stroperige wereld, nou, je ziet het al, er gebeurt helemaal niks. Dus hij heeft iets moeten verzinnen, hij heeft iets moeten doen. Een bepaalde beweging moeten maken met die staart, zodat hij wel vooruit kwam. Nou, dat is te zien in, de volgende, in het volgende plaatje, waarbij we een stroop hebben genomen. En nu maakt hij een kurktrekkerbeweging. En wat zie je nou? Dat nu die bacterie onder precies diezelfde omstandigheden wel in staat is vooruit te komen. Nou, en dit is precies wat bacteriën hebben ontwikkeld. Ik zei het al, ze leven in een wereld van schaarste, hebben niets te eten, moeten zich toch kunnen verplaatsen onder die moeilijke omstandigheden. En dit is wat je ziet op het volgende filmpje, wat ze dus daarop gevonden hebben als een soort keukentrekker. Schieten ze door het scherm. En dit is een, een, een bacterie die, inderdaad, die je ook zou kunnen vinden in de Amsterdamse grachten. En je ziet ze hier uh, door het beeld heen schieten. En het is wel fascinerend om je te realiseren dat we zelf allemaal ook ooit eens voor datzelfde probleem hebben gestaan. Namelijk dat was vlak voor de conceptie. Uh, toen hebben we, nou, laat ik zeggen, een deel van ons als zaadcel een, een enorme afstand moeten overbruggen. En dat was natuurlijk een wereld die een beetje leek op die van die bacteriën. Ja, en daar hebben we precies hetzelfde gedaan. We hebben daar dus ook met een, uh, met een, met een zweefstaart en een keukentrekkerbeweging... onze weg naar die zaadcel uh, gevonden. Nou, die bacteriën doen dat eigenlijk nog iets geavanceerder. Die hebben ook daadwerkelijk een, uh, een rotor. Dus wat ze doen is, uh, ze draaien zo'n zo staart, draaien ze kaart rond. Dat is echt een rotor zoals je die uh, kent van een, uh, laat me zeggen, een buitenboordmotor van, uh, van een speedboat. Uh, of of uh, een propeller van een vliegtuig. Zoiets hebben die bacteriën dus ook ontwikkeld. En ze kunnen maar twee verschillende kanten op met die, uh, met die rotor. Wel, dat, dat is natuurlijk duidelijk, hè? links of rechtsom. Dus die rotor staat op twee verschillende standen. En ik zei net, bacteriën zijn in staat om dus uh, naar bepaalde uh, moleculen toe te zwemmen. Zoals bijvoorbeeld suikers, daar zijn ze dol op. Ik heb hier wat, uh, wat, wat, wat suiker neergezet. Maar omdat ze zo klein zijn. Is het voor bacteriën onmogelijk om waar te nemen waar die suiker vandaan komt? Ze kunnen geen richting waarnemen, ze hebben, ze hebben geen idee. Je kan je voorstellen als je gewoon om je heen kijkt, kan je een beeld ergens van vormen en dan kan je gericht ergens op aflopen. Voor bacteriën die zo klein zijn, is dat veel moeilijker. Je, een beetje vergelijkbaar met als je probeert bijvoorbeeld te ruiken, is het al een stuk moeilijker om te ruiken waar iets vandaan komt. Nou, dat is dus met bacteriën ook zo. En ik zei al, ja, ze hebben slechts twee van die standen van die rotor en daar moeten ze het mee doen. Dus uh, ik dacht, laten we heel even kijken of, uh, of jullie kunnen aangeven waar die suiker zit. Ik, doe de, ik probeer dan even die bacterie te zijn. En uh, dat, dat heeft iets weg van uh, blinde mannetje. Misschien ken je hem nog van vroeger. Uh, warm, warm, koud, koud, als ik in de buurt kom. Misschien kan jij uh, eventjes aangeven uh, wanneer ik in de buurt van die, uh, van, van die pot suiker kom. Ik heb dus twee standen. Nou, daar gaan we. Uh, ik doe mijn ogen dicht, dus ik, ik vertrouw volledig op jou. Ik hoop dat ik niet van het podium afstort. Oké, okay, dus ik ga uh, op het moment dat ik eens mijn brood de ene kant op beweeg, dan ga ik uh, dan tuimelijk om mijn as heen, precies zoals een bacterie, De dus stand 1. En de andere stand is zwemmen. Nou, en wat, als het dus warm wordt, dus er gaat de goede kant op, wat een bacterie dan doet, is dan onderdrukt die. Die tuimelbeweging. En het netto resultaat, het wordt met een mooi woord wel een biased random walk genoemd, is dat die bij die suiker terechtkomt. Ik doe mijn ogen dicht. Goed. Ga ik de goede kant op? Is dit. Oké. Okay. Ik tuimel er even. Ik, ik weet niet waar ik ben nu, dus ik. Uh, Goed, ik doe mijn ogen... Ah, nou, het viel me niet eens tegen, moet ik zeggen. Nou, dank je wel, dank je wel. Dank je wel. Goed, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen... dat het echt heel erg lastig is voor een bacterie om ze weg te vinden. Uh, op deze manier. Maar uiteindelijk lukt het. Ik bedoel, ze hebben de evolutie overleefd, dus de, dat is uiteindelijk goed gegaan. Uh, zwemmen is maar één uh, belangrijke overste, overlevingsstrategie in die wereld uh, van schaarste. Uh, iets anders wat bacteriën uh, ook doen, is dat zij zich... Uh, Hechten aan elk vast oppervlak wat ze tegenkomen. Wordt met een mooi woord wel een biofilm genoemd. Wat ik je net al even had laten zien op dat plaatje helemaal aan het begin, is dat de wereld vergeven is van de organismen die bacteriën eten. Dus uh, met andere woorden, als die bacteriën in het open water zitten, is het levensgevaarlijk. Vandaar dat ze altijd de voorkeur geven aan een omgeving waar ze vastgeplakt zitten op het oppervlak. Nou, die, we hebben een, een fiets opgediept uit de, de Amsterdamse Grachten. En ik kan je wel vertellen: als je daar een microscoop op zet, is, er, is het alsof er een soort uh, uh, Atlantis boven water is gekomen. Die bacteriën die hechten zich daar vast en vormen complete gemeenschappen. En uh, dat is een prachtige manier voor hun te overleven. Ze zitten daarin, ze produceren suikers waar ze in zitten. En uh, zijn op die manier ook echt heel moeilijk te verwijderen en heel hardnekkig. Belangrijke overlevingsstrategie. We hebben daar over het algemeen in het leven soms wel eens last van. Want uh, denk bijvoorbeeld aan uh, in ziekenhuizen groeien die biofilms op katheters. Uh, ze zitten op je contactlenzen, uh, uh, op je douchegordijn, op je dakterras. Typisch allemaal voorbeelden van biofilms uh, waar bacteriën in zitten. Um, Daarnaast, naast het aanhechten op die op de is er nog een, een ander belangrijk fenomeen. Uh, en dat is dat ze sporen kunnen vormen. Dus als bacteriën op een gegeven moment echt geen voedsel meer kunnen vinden, dan gaan ze over in een soort slapende toestand. Die is heel resistent, niet kapot te krijgen. En, en die kunnen duizenden jaren kunnen ze in die slapende toestand zitten, tot ze betere tijden aantreffen. En dan kunnen ze op die plek weer gaan kiemen en opnieuw beginnen met zich te delen. Dus dit is een hele belangrijke overlevingsstrategie voor bacteriën. Uh, er zijn een aantal onderzoekers die, omdat dus die sporen ook ruimtereizen kunnen overleven, denken dat uh, er mogelijk ook wel een, een uh, laat maar zeggen, dat, dat de oorsprong uh, van het leven op onze planeet, dat die uh, buiten de aarde zelf lag. Dus, die, 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 dus op een gegeven moment een keer zo'n spoor die zo'n reis heeft gemaakt hier geland. En dat, dat, zo is het leven op deze aarde ontstaan. Uh, dat gaat dus uit van het idee dat overal die kiemen ergens in de atmosfeer zitten. En dat daarmee ook het leven hier op aarde ontstaan is. Nou, bacteriën zitten natuurlijk overal. Die, uh, dat beperkt zich niet tot, uh, tot de grachten, wat ik hier heb laten zien. Ze hebben zich uh, kunnen ontwikkelen tot allerlei verschillende vormen die uh, tal van verschillende condities kunnen overleven. Zo zitten ze bijvoorbeeld in de Dode Zee. Uh, die is dus blijkbaar niet zo dood, want daar zitten ook uh, bacteriën in. Uh, ze komen voor in gijzers, in diepzee, waar uh, hele hoge temperaturen zitten. Ze overleven daar uh, een temperatuur van 120 graden Celsius met, uh, met gemak. En uh, een die toch wel de, de, de kroon spant, is uh, een bacterie die luistert naar de naam Deinococcus radiodurans. En die staat zelfs in het, uh, in het uh, Guinness Book World of Records, omdat die het uh, eigenschap heeft van een uh, groot aantal. Uh, uh, verschillende condities die hij kan overleven: uh, extreem zuur, extreme droogte en bovendien uh, overleeft hij ook nog is een radioactieve straling die 3000 keer sterker is dan een dosis die een mens kan overleven. Nou, al die verschillende eigenschappen zijn natuurlijk voor de mens ook echt heel erg interessant. Want uh, je zou kunnen zeggen dat die bacteriën al die eigenschappen hebben verworven en we hoeven alleen die uitvindingen die ze gedaan hebben, maar te kopiëren. En die kunnen we dus gebruiken binnen tal van verschillende biotechnologische toepassingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een, een enzym uh, wat in staat is om, uh, om eiwitten en vetten af te breken, dat kunnen we gebruiken in onze wasmiddelen, wat uit zo'n bacterie komt die uh, in staat is om hoge temperaturen te overleven. En als we nu even kijken naar uh, de boom van het leven, we hebben dus in het blauw zitten daar de, de bacteriën. In het rood de oerbacteriën en daar zitten dus heel veel van die bacteriën met van die extreme eigenschappen. En dan heb je nog uh, helemaal rechts in de boom hebben we wat we noemen de eukaryoten. en dat zijn de levensvormen die een celkern hebben. Nou, die drie groepen en uh, dat, dat, uh, dat is het dan zo'n beetje. En uh, wat hier nou gebeurt is dat we laten zien wat het zichtbare deel is. Nou, dat blijft dus, dit kleine stukje van die boom blijft daarover. Dus met andere woorden, we hebben een enorme diversiteit met leven op deze planeet. En het is bijna allemaal onzichtbaar. Om, om, om dan ook even terug te komen op die vraag. Waarom zouden we dan eigenlijk jaloers op ze zijn? Nou, ik denk dat je je zou kunnen realiseren dat bacteriën het eeuwige leven hebben. Nou, heb ik dan ook nog goed nieuws voor de mens? Ja, dat heb ik. Uh, als we kijken naar al dat verschillende leven in die boom, dan... Uh, ...staan bacteriën bij ons nogal snel op het vizier als uh, veroorzakers van bederf... Uh, ...van uh, uh, onhygiënische toestanden, van allerlei ziektes. Maar die bacteriën maken maar een heel klein onderdeel uit van het totaal. Dus dat zijn echt de uitzonderingen. En hoe gaan we die bacteriën bestrijden? Dat ga ik vertellen in mijn volgende college, waarin het gaat over antibiotica.